Die fles 43 gaat never nooit op, zeg maar. Trek soort van gemaakt en dat was gewoon letterlijk. Gewoon omdat die fles gewoon niet opging, maar het gewoon het was zo dikker. Zeg maar, toch. gaan we hun gewoon nu dead slaan? zei hij van ja, man. <laughs> en Toen waren we ze aan het vechten op die fucking trambaan en zo. <laughs> In zijn ook nachtvlinder 2 natuurlijk. <laughs> Nacht twee, ja man. 2, <laughs> Ja, <laughs> oktober. Dames en heren, welkom back bij een nieuwe episode van de Paas de Ouks podcast. En ik zeg het deze week weer. Jullie moeten abonneren, liken en commenten wie je hier op de bank wil zien. Want we laten het lukken. Deze week weer een gekke naam. Wat krijg je als je een half Ghanese, half Nederlandse jongen in Amsterdam laat opgroeien met invloeden van reggae? En de top 40, Bob Marley en Boudewijn de Grond. Groot shit, ik fok mijn intro op. <laughs> Maar de enige echte Boku a.k.a. Boku Sam, is in de motherfucking building. Hallo. Welkom, man. Ja, thanks, man, for having me. Hij, hij oefent er deze dagen op, denk ik wel. Ja, ik, ik, ik had, ik had klein, ik, ik dacht, ja, hier ga ik wel iets meer gooien. Maar ja. uh, ik vokte hem gewoon op bij Boudewijn de Groot, man. Maar, kan niet. Nee, kan niet. Om <laughs> dit disrespect wat, op Boudewijn de Groot. Wat zei je nou precies met nog één keer? We, dat, dat stukje voordat je hem fumbelde met Boudewijn de Groot. Wat, wat, ze, wat zei je daar precies? Ja, met, met uh, reggae-invloeden en uh, invloeden uit de top 40. Oké. Okay. Het is meteen een mooi haakje, denk ik. Ik ook uit de top 40. Maar ja, gewoon even voor de plug: Dit komt uit die complex interview die je hebt gedaan twee of drie jaar terug of zo. Die back to classics met Duwertje. Uh, met Duwertje, ja. ja. Ja, daar heb ik die info gewoon uitgehaald. Dus ja. niet dat ik nou het wiel aan het heb uitgevonden of zo maar deze je, intro. Goed je huiswerk gedaan. Ja, nee. <laughs> er, zijn, er zijn ook nogal wat interviews van jou. Ja, dat zijn dus er zijn er nog een paar, ja. Je hebt er echt heel veel gedaan. Ja, man. Maar dat zijn er ook heel veel offline gehaald. Want je hebt er ook eentje met negative gedaan in een of andere eethal, waarin je ook vertelt over uh, oh, ja, ja, dat, ja, ja, ja. dat Lexus, die zou maar zeggen, dist op een gegeven moment. Ja. En je hebt er eentje gedaan, toen ging je naar. Die heb ik vroeger al zo vaak gecheckt naar Cannibal Royale. Ging je daar eten. En vervolgens ging je bij burgemeester nog eten. Ja, dat is gek, hè? <laughs> Puna was dat ja, toch? Puna? Ja, 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 zo. En de eerste keer dat ik toen naar Amsterdam ging dacht ik, ik moet daar eten. Dus hij nee. heb ik toen vervolgens ook gedaan. Cannibal bij burgemeester. Nee, eerst was ik bij burgemeester ja. gaan eten en daarna bij Cannibal Royale. Ja. Dus dat staat bij mij, zeg <laughs> maar zeggen, voor jou. Ja, Shanna Cannibal Royale, man. <laughs> ja, gewoon Bok eerste zijn klant opgeleverd. Uh, Rolf Smits is gaan eten. Een paar procenten krijgen eigenlijk. Ja, uh, super gek. Maar in die interviews zie je ook door de tijd heen wel een andere Sam telkens. Ja. Eerst vroeger bij, bij Babak zie je nog één gekke Sam die gewoon ja. veel aan het drinken is, feesten. En op een gegeven moment krijg je dan een zootje, je wat rustiger. Dan ja. toch weer eventjes wat gekker. Ja. En nou weer wat ja. rustiger. Ja, het is gewoon een soort van... Um, ja, het is gewoon een fase in je leven. En je, en je ontdek, herontdekt jezelf weer, zeg maar. En, en dat is, zeg maar, soms ook een struggle. Met jezelf van, oké, okay, wat wil ik nou echt? En ja, soms... Ik, ik ben gewoon best wel veelzijdig en ik heb best wel veel kanten. Dus um, de ene moment... Neemt de ene kant wat meer over dan de andere of zo. Mm -hmm. En wanneer is het dan Boku en wanneer is het dan boku Sam? Um, ja, boku is sowieso zo gewoon alleen maar gekkigheid, zeg maar. Oké. Okay. <laughs> ja, er is toch wel altijd even waar je ja, helemaal gek in ja, kan zijn. Ja, lang niet ja. meer gedaan, maar uh, hij, hij is er nog wel ergens. Zeg maar, heb jij veel naar Jong Als gekeken? Heeft hij invloed gehad op jou als in creativiteit en, uh, en scheid hebben in muziek en in fashion bijvoorbeeld? Um, ja, ook. Maar ik denk dat het toch wel, altijd wel, dat het wel echt begon bij Lil B., zeg maar. Daar was het wel echt begonnen. Dat, toen, dat was, wel, zeg maar, de guy voor mij, naar wie ik keek. En ik dacht van, oh, oké. Okay. Maar, maar, was, eer, maar was... Eerst, eerst was er niet echt iemand? Tenminste, ik vond gewoon. Ik, was, ik ben sowieso altijd heel erg uh, een Lil Wayne fan geweest. Uh, 50 Cent fan heel erg geweest. Um, alleen, dat was toch. Ik vond het heel hard, maar ik, ik herkende mezelf niet per se heel erg erin of zo. En bij Lil B was het wel eigenlijk, ik dacht van, oh ja. Want school me dan een beetje op Lil B. Ik weet ook dat Rotjoch hem in zijn top 5 uh, rappers heeft staan, heeft hij hiertoe verteld. Maar ik ken eigenlijk helemaal niet veel van die man. Maar nou, wacht... Rodjog in... Lil B is de top 5 staan? Ja, dat was het... ja, nou, toch? Nee man, dat geloof nee? ik echt niet, want dat was die... Kan het dan Max B zijn? Ik denk Max B, ja. Max B, Henda. is wel. een continental fuck-up die... Ik denk, intro ik denk, ik en denk dat hij bij God. Roger is de top 5 wackers Ja, ja. Ik denk ik, man. Want ik zal natuurlijk <laughs> ook de <denk> hele tijd tijdens die Rookhorst-aflevering had afgezeken om Lil B en... Ja, dat hele verhaal met die pokoe. Maar goed, wat was het dan aan hem? Wat anders was dan 50 Cent? Ja, ik... <man. laughs> <Want> ik <laughs> oh, wow. Lobby was gewoon heel erg van het was gewoon heel raar en apart en of je vond het heel hard zeg maar mm. of of, of, uh, of je vond het echt nep en um, ja ik weet ik had altijd ook ook in mijn vriendengroep of zeg maar in mijn omgeving was altijd dat ik wel altijd uh, een bepaalde kledingstijl anders hard vond dan de rest en de rest vond het zeg maar niet hard en um, ja gewoon een beetje een soort van buitenbeentje of zo van de scene of zo en en uh, ja, zo, dat, zo voelde ik me af en toe ook wel en uh, ik had gewoon vrienden uh, op Iber, zeg maar, die al muziek maakten. Um, in Italië of zo, zeg maar bijvoorbeeld. En, um, en ik had nooit echt de drang om, om, om muziek te maken. Ik, ik vond het altijd wel heel interessant. Ik wilde altijd wel erbij zijn in de studio en gewoon eromheen kleren, zeg maar. Um, alleen, ik had nooit echt dat ik dacht van oh ja, dit kan ik ook. En toen ik dat zat, dacht ik, dacht ik van oké okay, ja, maar ik, ik denk dat ik het ook wel kan misschien. Want, want je zegt net al Iburg, want. Er is zoveel talent uit IJburg gekomen. Ja, man. Want uh, neem ons daar even mee. Wie zijn allemaal mensen waarmee jij bent opgegroeid... die nu uiteindelijk nog relevant zijn in de scene? Um, ja, zeg maar, we kwamen gewoon allemaal de buurt. En met de een ga je wat beter om dan met de ander of zo, zeg maar. Maar uh, op een gegeven moment ging Biba ook naar IJburg verhuizen. Uh, Garinja, producer, die, die, ja. die woonde daar. Die woonde bij mij om de hoek. Dali woonde wat verderop. Um, Achat ook een Ossel daar. Uh, die kwam dan niet vandaan, maar die ging daar wonen. En Murder woonde zelfs een tijdje daar. En ja. uh, Roby komt uit IJburg ook. Oké. Okay. Um. Dus ja, man. Ja, ik weet niet uh, wat het is aan Heiberg zo. Maar ik denk, ik, het was. Heiberg sowieso een beetje een vage sport. Want het is zeg maar zo van eiland bij Amsterdam. Um, en dan om er van af te komen moet je zeg maar brug overheen. Het is best wel net een beetje afge, afgesloten van de rest van de stad of zo. Um, en daar was gewoon niet veel te doen. Je had niet echt. Je kon niet even snel naar de stad gaan of zo. Dan moest je echt helemaal de tram pakken. En misschien mm. geldt had voor een kaartje of zo. Dan moest je wel daar blijven. En je wilde ook niet zo ver gaan. En de laatste trein, het laatste tram, missen of ze dan ben je ook weer weer fokt op. Mm -hmm. um, dus en dat was een soort van productiehuis, een, een buurthuis waar je muziek kon maken. Maar je kon ook, ja, echt een productiehuis is, dus zeg maar voor, voor jongeren konden dan daar een beetje kijken wat ze leuk vonden. En een beetje proeven van dingen die ze, die ze misschien later wilden doen. Um, en er was ook een studio. En daar gingen mensen gewoon opnemen. Man. Hoe heette die studio ook alweer? Uh, uh, ja, productiehuis, youth side, Ja, dat is inderdaad. Dat kwam toen ook in dat, uh, dat interview naar voren. En waren dat had je ook Nederlandse rappers toen je opgroeide, waarvan ja, je man. naar opkeek? Ja, man. Wie waren dat? Uh, ja, Nega. Ja, uh, ja, Logisch. Um, Jeugdvertegenwoordiger, Opposite, uh, Keizer van altijd heel hard. Dat hadden we toch goed met de jeugd tegenwoordig Ja, dat, ja. Ik dacht persoonlijk dat dat zijn hele grote invloed voor jou, waren. ja, maar ook en uh, Dev bijvoorbeeld. Ja. Um, rest in peace, man. Ja, maar rest in peace, man. En ik vond sowieso gewoon Nederlandstalige rap heel hard. Vooral met die mentijden, dat was zeg maar een Straat Remix, dus Remix van, van bestaande Engelstalige mm -hmm. nummers. Uh, en sommige van die Engel, Engelstalige nummers kende ik niet eens, zeg maar, maar. Ik kende dan wel die Nederlandse versie of zo ervan En ik vond het gewoon, gewoon te hard, maar, zeg maar. Ik was op baas het waren alleen maar het schelden, en allemaal shit aan het doen zeg maar. en dat was welke, welke track van de straat remix komt eerst naar je op als je denkt aan de straat remixes? Uh, fucking Smerig. Fucking Smerig. Ik heb die uh, nog niet gecheckt, want hij hebben remix toen... 3, denk ik. Ja, ik, ik weet wel. Met wat dat uh, is. van um, Nega en Brutus. Nega en Brutus. Okay. Daar, wordt ook, uh, daar zegt iemand er ook iets over vrouwen slaan, volgens mij. Is dat die? Ja, volgens mij wel. Ja, ja, ja. Maar daarom vond ik hem niet hard hoor. Ja, nee, nee, ja, dat, dat is de enige line die ik me nog uit kan herinneren. Ja, maar het was gewoon zeg maar, het was een beetje, het was gewoon een beetje die tijd toch ook die, zeg maar die Eminem vibes een beetje te ver gaan en bla ja, zeg maar ja, dat, ja. dat dat en ik vond het gewoon, uh, ja, ik vond het gewoon hard man en ik had een oom, um, aangetrouwde oom, die um, die downloadde altijd die uh, die mixtapes voor me, want ik mocht niet. Zeg maar, tenminste, mijn moeder mocht het niet echt weten, zeg maar. Ja, en dan uh, ja, had ik het gewoon op, op CD-man thuis. Gewoon een gebrande ja. ding, gewoon via wat LimeWire of zo, weet ik veel. oh ja, dat waren, dat waren die tijden. Ja. Hey, ik ben dan ook wel benieuwd, zeg maar, een beetje terug dan naar qua fashion. En, en wanneer is het maar de eerste keer dat jij zo van als buitenbeentje dan iets van kleding rockte... wat zeg maar, wat eigenlijk ja. zeg maar buiten de toon viel, maar waar jij zoiets af van, ah nee, dit, dit, is, ik, ik volg met dit. Um, ja, gewoon in het begin, zeg maar, dus je had een tijd, een tijdje had je een soort van. Uh, hype of zeg maar een periodetje van iets wat heel aan was in Amerika dat was uh, jerk van mm -hmm. Van your jerk zeg ja. Maar, ja. You know? ah, ja zeg maar dat en toen rook iedereen zeg maar toen begon iedereen zeg maar niet iedereen maar bepaalde mensen die had dus dat zeg maar dus ik bijvoorbeeld die ging dan wat ik veel rode skinnetjes dragen met, met een peter als drie zo zeg maar ja ja uh, dus, en dat snapte niemand dus dan was het altijd meteen gay ja. Ja, dat... Zeg maar, ja, dat heb ik sowieso vaak in mijn, in mijn carrière gehad, zeg maar. Uh, of Ux, of zo. Ja. En, uh, maar ja, het was toch altijd wel... Uh, ik, vond, ik vond het ook wel weer leuk. Um, maar het was wel... Als je heel jong bent, dan toch... Soms is het toch wel een beetje een soort van eng, of zo. Nou ja, weet je, je wordt constant uitscholden, toch? Dat, dat, dat is dan, ja. ja, constant uitscholden. Ja. Je wordt gewoon uitscholden. Ja, of nagekeken, of je weet... Mensen praten of je, of zo, whatever, zeg maar. Maar, uh, maar hoe ging je daarmee om, dan? Um, ja, vaak kon ik er wel gewoon om lachen. En dan heb je ook misschien bepaalde. Je leert dan ook weer andere mensen kennen die dat ook wel weer doen. En het is vooral grappig, bijvoorbeeld, met skinny jeans om te zien: van oké, okay, dan opeens na vijf jaar, dan draagt iedereen opeens skinny jeans. Zeg maar. Dus dat is ook wel weer een ding van als je een soort van. Uh, uh, vroeg bij dingen bent, of vroeg met dingen bent die mensen nog niet begrijpen. Mm -hmm. dan wordt er gewoon altijd op gehaald. zeg maar. Zelfs met een bepaalde muziekstijl of met kledingstijl, zeg maar. Dus als, je, zeg maar als mensen het niet begrijpen, dan is het makkelijk voor hen om ja gewoon op te haten omdat ze het gewoon niet snappen zeg maar. Ik ben benieuwd wat dat ook nu is, waar mensen nu op haten. Natuurlijk, ja, dat, ja. dat, dat verandert niet. Dat verandert niet. Altijd dingen die zeg ja. maar de toekomst zijn wordt altijd eerst ja. op gehaat. Maar dat was ook met mijn muziek zeg maar van ik toen ik zeg maar met die soort van beast de rap shit kwam zeg maar was wel uh, was de waren de zeg maar de oudere mensen in de scene niet per se, over het algemeen niet per se blij met mij of zo. Nee, want één iemand daarvan was Lexus. Ja, maar hij is gewoon gek, zeg maar. Dat, ja, maar ja, maar Lexus is anders, want, zeg maar. Ik ben altijd cool met Lexus geweest. Zeg maar, dus hij haat gewoon wel openlijk erop. Maar, zeg maar van ja, ik kan. Ik kon gewoon altijd. Het was niet per se echt een. een niet persoonlijk. Een, een, niet, een persoonlijke haat, gewoon. Maar het zeg maar. was meer, denk ik, ook een beetje een soort van cloud-ding. Ja, en was dat dan niet raar? Als, als op dat moment iemand waar je, denk ik, toch wel tegen opkeek? Ja, maar, maar je, weet, je Maar het is zeg maar van. Ja, ik zag het gewoon altijd dat Lexus een soort van op een gegeven moment, een soort van een beetje. En dat is niet. Uh, maar met, met gewoon jullie, maar gewoon een soort van een beetje een gimmick shit was zeg maar, op een gegeven moment. Ja, ja. Zeg maar Lexus, waar ik echt naar opkeek toen vroeger, die, dat was gewoon echt de rapper Lexus, zeg maar. En op een gegeven moment was het gewoon meer een soort van influence-achtige type shit, zeg maar. En ja. op een gegeven moment is, is het ook weer van, mensen haten je, maar je ziet wel van, oké... Okay, maar je krijgt wel een hele grote following erbij. En, zijn, en je krijgt ook weer heel veel berichten van mensen die het wel tof vinden. Dus, dus dat, en dat, dat woog voor mij altijd... Zwaarder zeg maar dan, dan, dan de negatieve shit of zo, mm -hmm. maar en dat, dat, dat is op zich ook nog wel een ding. Want meestal blijven uh, weinig negatieve dingen Er blijven veel meer in je hoofd hangen. Dan zeg maar, uh, ja, maar dat, positieve dat, dat, dingen natuurlijk. Zeg er. maar in het moment wel, maar de uh, long term zeg maar. Dan ik, ik, ik krijg ik krijg wel meer waarde aan, uh, aan liefde dan aan haat. Zeg maar, ja, de wijs, ja. wijs, maar Ik dat dat ook met volwassenheid. Maar dat is niet makkelijk, hoor. nee, tuurlijk ja, je makkelijk. staat er wel een soort van alleen in totdat je meerdere mensen ja, maar dat te is Dus als je je voelt je alleen in bepaalde dingen, maar als je dan dus zeg maar een track online gooit of, ja. of je gooit te pikken online, en je ziet van oké, okay, er zijn nog veel meer mensen die het wel ook want Dus dan denk je van oh ja, ik ben toch niet alleen, zeg maar. En dan um, ja, niet per se dat je een soort van de voice voor die people wil zijn, maar je, je denkt wel van oké, okay, ja, als ik als ik nu een soort van laat, uh, me laat bang maken door de haat en opeens niet meer ga doen, zeg maar, van, ja, dan, dan hebben al die mensen ook misschien zoiets van. Oh ja, shit. Mm -hmm. Is er ook een punt geweest dat je een soort van te diep opging in. Uh, succes en van dat je de shit was. En dat dat eigenlijk weer een negatieve impact had. Dus dat je maar uh, jezelf iets te veel een superster voelde of zo. Um, ik denk dat dat. Ja, ik weet niet. Dat zou je misschien aan mensen omheen me moeten vragen. Maar ik, ik, van mijn gevoel heb ik dat nooit echt heel erg gehad. Denk ik. Zeg maar van, oh, ja, op, nice. Was wel op een gegeven moment wel dat ik wel. Um, wel wat dacht van: oké, okay, als ik dit echt wil blijven, dan moet ik het wel serieuzer gaan nemen. En ja. niet alleen een soort van nu. Oké, okay, het is even leuk en bla bla. bla. Daar, ik leefde, ik leefde altijd heel erg in het moment, zeg maar. Dus dat is misschien wel weer een ding van dat ik dan te veel in het moment bleef hangen met niet echt een soort van uh, toekomstvisie of zo. Ja, ja. Maar dat lijkt, dat lijkt me ook wel lastig als je als jonge gast gewoon begint en dingen gaan in één keer lopen. Ja, ja, het is sowieso lastig. Hè. Vooral in die tijd, zeg maar, van... Uh, ja, er werd natuurlijk ook niet echt geld gemaakt of zo. Nee. Dus... Maar ben, jij gegeven... bent wel in die geldtijd, ze zeggen dat er echt even werd verdiend, ben je wel doorgebroken, soort van. Ja, precies. Maar ook niet... Um, ook, ik voel dat ik nog nooit, dat nog, zeg maar echt dat hoogtepunt, zeg maar dat ik het nog niet heb, uh, dat, ik daar, dat ik daar nog niet ben geweest, zeg maar, voor mezelf, voor mijn eigen carrière. Oké. Okay. Ja, dat is het hoogtepunt dat, van je eigen carrière, zeg maar, dat je dat nog niet, nee, dat moment nog nee, moet komen nee, eigenlijk. Nee. Dat vind ik ja, best bijzonder. Ja, ja, ja. nee, maar maar je hebt best wel met... veel meegemaakt al. Ja, tuurlijk, maar het was wel vaak ook wel in een collectief of, of, ja. of, of in iets, zeg maar, van ja. Ja, ik heb nog nooit zelf een, een nummer 1 album gehad of zelf een nummer één single van, van mezelf, zeg maar, mm -hmm. zulke dingen of weet ik veel, een, een hele grote, een, weet ik veel, een, een AFA's uitverkocht of zo. Of ja. bepaalde dingen, zeg maar. Dat zijn wel dingen die nog wel behalen En dan, 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 dan kan ik van mezelf zeggen, oké, okay, dat is echt mijn, mijn shit, zeg maar. Mijn hoogtepunt of zo, zeg maar. Daar ben ik nog niet geweest. Ja, ik wil zeggen, dat wilde ik al vragen. Van, wat zie je als je hoogtepunt? Want het is niet meer echt een tijd waarin je per se kijkt naar... Ja, je gaat niet streams, een aantal streams of... Nee, nee en gaan dat... Zo, ja, nummer ja, één kan en, een hoogtepunt en, zijn, zeg maar, dan. Ja, precies, maar het zijn wel dingen die... Niet per se dat... dat, dat Kijk, als het er gebeurt, is, is het waarschijnlijk gebeurd dan denk ik ook weer van, oh ja, nou, ja, dat heb ik ook weer meegemaakt. Ja. Maar het is wel meer van, er zijn nog wel doelen die ik wil behalen, zeg maar of zo. Noem er eens een doel van. Ja, afwas zei je dus net. Ja, gewoon, een, ja, zoiets of gewoon een een, een een nummer één single, echt wat echt van mij is of zo, zeg maar, niet uh, van iets anders, Een onderdeel van iets anders waar ik dan iets mee bereik of zo. Ja, precies. Want, ja. want, um, neem ons daar eens even mee. Rond 2012 begon je eigenlijk een beetje met rappen, toch? Ja. Lang geleden. Ja, inderdaad. Uh, ja, tering, maar long time. Um, waar, waar begon dat eigenlijk een beetje? Met? welke tune? Want als ik mm. ja, graag was dat een beetje 360, toch? Waar het echt 306 met, met Gino, waar het echt doorbrak. Maar dat vond je echt kut. Nice question. <laughs> nee, ja, ik zie, dat, ik zie dat niet zo, zeg maar. Bij mij was het wel gewoon van, kijk, in het begin was het gewoon een soort van, uh, gewoon heel, het was gewoon heel underground met Super Saiyan Beast en BKE en zo, zeg maar. Dat was gewoon ja. echt voor de youths en echt underground, zeg maar. Um, maar dat was ook een tijd waar nog geen Spotify was, dus het was echt YouTube en, um, en bijvoorbeeld toen mijn eerste 101 bars was, dat was ook echt voor mij toen dat ik dacht wow. Ja, zeg maar van toen, snap je van toen, maar op dat moment was het wel gewoon dat ik gewoon wel altijd overal werd herkend op straat en... en vooral gewoon in Amsterdam en zo zeg maar. Maar daar werd ook veel, zoals je zei, daar kreeg je ook veel commentaar op die eerste 101 en ja, die eerste ja, shit. Ja. Dat weet ik nog wel, dat ik ooit in een YouTube-video zat, te kijk met zesde 1-1 en dan kwam die naar nou voren. Ja. Nee man, die ja. ik vond, ik heb die dus ja. heel vaak gecheckt. Ja, maar het is zeg maar, ik, ik zeg maar voor een soort van real hip hop shit van, van van dat oogpunt snap ik het ook wel. Maar het is gewoon van ja, het, het was gewoon iets nieuws zeg maar, dus en het is het, het was gewoon misschien niet uh, qua bars en dat soort dingen zeg maar de beste shit, maar het was wel gewoon een een hele nieuwe vibe en en dat is denk ik gewoon, ja, dat is... Belangrijk om te hebben, zeg maar. Want anders blijft alles altijd gewoon hetzelfde. Ja. ja, een beetje voor zijn tijd misschien. Maar dat, dat, ja, heb je misschien dat heb je meestal, zeg maar. Dat als dingen een beetje voor, voor zijn tijd zijn, dan wordt het altijd gegroet met haat ook. Ja. Moula B. en Louis die hebben ook zo'n sessie. dat zei uh, Rotjocht toen ook <laughs> keer in een podcast, waar gewoon echt, <laughs> gewoon vier, vijf jaar voor de blow-up, mm. waar er gewoon fucking erg op werd gehaat. En waar je dan ook gewoon eigenlijk hoort van oké, okay, ze zijn nog niet daar, maar het zal het begin van een nieuwe, ja. een nieuwe iets wat. Precies, en Successful het was niet een soort van, het was niet um, van oké, okay, ik ga muziek maken en ik ga eerst heel erg werken aan mijn craft. En dan als mm -hmm. het goed genoeg is, dan gooi ik het. Zeg maar, het was gewoon van oké, okay, ik, heb ik iets vind het hard, het. al mijn mats vinden het hard. Oké, okay, het gaat gewoon online. Zeg maar. Ja, Dat, ja, dat, dat ja, moet je, dat je ook hebben eigenlijk, eigenlijk hoor. Ja. En, en dan daar, daar kwam ook, die EP was eigenlijk nooit meegemaakt. Ja. Waar, waar, waar Idali veel te piet zat. Ja. En Krank Joram. Ja, Krank Joram en Joey Rosé ook bijvoorbeeld. Maar daar Joram en Joey Rosé horen we nu ook niks meer van. Nee, Nee, maar het is gewoon, uh, ja, uiteindelijk, het, zeg maar, het ding met leven, zeg maar, het is, het is, zeg maar, je doet iets met heel veel mensen en andere ja. mensen, maar het, het kan ook gewoon een fase voor iemand zijn of zo, zeg maar, want het is niet altijd, um, ja, niet iedereen wil dat of wil daar echt mee doorgaan en dat, en dat, en ik vind het ook juist wel hard als mensen daar gewoon niet voor kiezen van, oké, okay, mm. dat je die druk voelt van, oké, okay, nu moet ik, maar als je gewoon zelf je gevoel zegt maar oké, okay, dit wil ik eigenlijk helemaal niet, dat is niet, dit is niet hoe ik mijn, mijn, mijn libido wil hebben, ja, dan kies je voor wat anders. Ja. Ja, en toch waren zij wel heel hard. Ja, zeker, zeker, zeker. Zeg maar, toen uh, toen Bodekas en eigen, zeg maar, met uh, met uh, Joey, Joey Rosé, toen hij er kwam om dat te doen, zeg maar, ik vond dat heel sick, want ik keek gewoon naar die, naar die uh, zat in Coke, Coke Boys Boller Gang, zat hij, dat, dat, mm. dat vond ik heel hard. En uh, ja, dingen zat er ook op, die is nog wel bezig, Hakim zat er ook op. Maar um, na die EP kwam eigenlijk het grootste waar waar denk ik de meeste mensen ook nog bij jou op terugkijken van oké okay, mm -hmm. dat dat is wel je stempel op zien geweest mm -hmm. new wave ja ja voor mij is dat heel speciaal omdat en ik denk voor voor iedereen in deze ruimte mm -hmm. ook om alle mooie dingen in ons leven zijn een soort van daar gebeurd ja. met met new wave en ja. ik heb het bijvoorbeeld met mijn neefje over die is nu 18 in mm -hmm. de tijd dat wij 18 waren kwam new wave uit 16 tot 18 en die hebben niet zoiets dat er echt een Nee. Genre is wat, hun echt, wat, wat, wat je jeugd gewoon ja. beschrijft. Ja, het was gewoon een soort van keerpunt in, in, denk, denk ik in, in, in muziek of zo. En, en ja, ik denk dat gewoon iedereen van, inderdaad van, van die generatie die, op een bepaalde, van, die echt jong was toen en een, soort van een bepaalde leeftijd had, die, ja, die, is daar gewoon, dat, die heeft daar gewoon met die muziek gewoon heel veel mooie herinneringen gemaakt en, en chillings gehad en allemaal shit, zeg maar. Um, en dat is ja, dat is crazy. Waar, waar je ook die mensen vond, denk ik, die een beetje zoals jij waren. Een beetje outcast. Misschien Ronnie, een beetje een outcast. Ja, ja, ja het was gewoon één zeg maar, groep mensen. En, en, en het was gewoon, iedereen wat, 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 hield gewoon echt van muziek en muziek maken. En wilde gewoon graag van hebben. En muziek maken. En, en toen kwam dat er gewoon naar uit. En denk dat ja. Dat je dat ook wat terug hoort, zeg maar, door de en, en alles wat iedereen had, zeg maar. Mm -hmm. Ja, het lijkt, een, uh, het lijkt een project waar eigenlijk niet veel bij nagedacht is tijdens het maken. Maar meestal als je mensen over New Wave hoort praten, die ze maar erbij hebben, aan, aan hebben nee, bijgedragen, dan is dat het ook. Ja, dat is niet heel over nagedacht, sowieso niet. Maar ik, ik ben wel benieuwd, zeg maar, want kijk, er, er wordt altijd gevraagd naar New Wave. Er zal altijd terug worden mm -hmm. gevraagd naar New Wave, omdat het, maar, gewoon zo'n uh, relevant ja. ding is geweest. Maar wat is een van jouw grappigste herinneringen of zo aan die week? Gewoon dat iemand iets deed wat fatu was of zo, of dat, dat er iets gebeurde wat grappig was. Zeg maar, daar ben ik eigenlijk naar zoek. Een story die nog nooit is, is, oh. is verteld over New Wave, gewoon iets wat grappig kan zijn, of juist gewoon een, een vet moment waar je ja. wat je nog herinnert. Um, ik denk gewoon dat op een gegeven moment waren we zo, waren we zo elke dag aan tappen, natuurlijk. <laughs> en op een gegeven moment was gewoon alle drank was op, Dat het dus alleen nog maar zo'n flescoin adres, zeg maar. En, toen, en dat, vond, dat vonden we zo vies, zeg maar. En toen, en toen oh, dus die fles 43 gaat never nooit op, zeg maar, trek, soort van gemaakt. En dat was gewoon letterlijk gewoon omdat die fles gewoon niet opging. Omdat gewoon dat het zo dikker, zeg maar, toch? Ja, wel ja. ja. lekker, ja Ja, maar als je die als je pannen bent, zeg maar. Ja, ja, ja. En je gaat dan dan is het, denk ik wel van, oké, okay, als het, dit gaat op een gegeven moment gaat, gaat naar kotsen gaan, zeg maar. Uh, ja, maar dat vond ik gewoon, zeg maar, van, oké, okay, het was gewoon, uh, ik denk dat het was een biet aan het maken, Julien. en dan was, was letterlijk dat gebeurde het, En oké, okay, daar maken we een trek over. En je favoriete tune van heel het project mag ook uh, niet zijn waar je zelf niet op staat, toch? Uh, ja, ik denk dat ik sowieso gewoon wel van mezelf leuk. Ik vind. Gewoon, logo's no gewoon een uh, leuk liedje. Nogo's zo, ja, niet dom, dom, dom. Nee, logo's no wel. Die is ook, die, die is dom, ook. Dom, 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 dom. Ja, ja, maar logo's, no zo vind ik gewoon, het was gewoon, ik weet niet, het was ook gewoon weer zo uit het niets gegaan. En, en uh, ja, gewoon. Mijn gevoel is er nooit meer zo'n soort trek gemaakt. Zeg maar. Voor mijn gevoel is er nooit meer iets gemaakt wat ook maar in de buurt komt van new Wave. Nee, perfect. Nee, maar, uh, is, is maar ik, ik weet even niet precies de tijdlijn. Jong beleger was jong beleger nee, voor? Voor, voor. Ja, ja was ja, al voor, voor een ja. new Wave toch? Ja. Want dat is zeg maar in mijn hoofd ook een van de meest iconische. Ja, jong beleger ja. was zeg maar. Van ja, was, zeg maar moment, van de, dat is ja. de eerste passecot zeg maar. met Jude. Ja. Met, met, met dat, ja. is, dat is jij uit die Opel Corsa hangend. Ja ja ja, 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 ja. dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd wat jouw teken erop is als. Um, er is nou een nieuwe generatie ja. uh, rappers bij Top Notch ook mm. en daarin werd ze me zeggen die die comparison gelegd met new wave. Mm. Ja, hoe kijk jij dat tegenaan? Ik, persoonlijk mm. dacht ik van wa waarom? Ja, ik, ik, dat heb ik ook wel een beetje van. Ik denk gewoon van uh, er moet niet gezocht worden naar een nieuwe new wave of zo. moet nee. Niet gezocht worden naar een nieuwe de jeugd of zo zeg maar. je? Het moet gewoon weer iets nieuws gecreëerd worden en dat en dat wordt het zeg maar. Ja. Dus dat, ja. dat is een beetje mijn mening. Maar uiteindelijk vind, denk ik dat het gewoon wel altijd goed is voor, voor young people om gewoon met, met elkaar in de studio te zitten. En als je daar zit met jezelf te drijven en te doen, zeg maar. Maar het gaat geen nieuwe wave worden. Ik denk ook niet dat je überhaupt een nieuwe generatie aan jongeren het kan opleggen om een tape nieuwe wave 2 te noemen of zo, man. Want dat ga je gewoon nee, nooit. Weet je wel, nee, dan... dat, moet, dat moet ook niet gebeuren. Zeg maar wij zouden niet eens een nieuwe wave 2 moeten maken, zeg maar. Nee, nee, nee. zeker niet. Nee. Maar dat moet, dat moet gewoon later wat is ik denk ook niet per se dat ze dat wilden dat ze dat hebben willen doen maar het is vanuit een bedrijfsstandpunt gewoon qua commercie denk ik ja, ja. nu heeft 2 gaat sowieso meer verkopen dan hoe de fuck in het anders zou hebben genoemd misschien nou, nou, nou weet nu ik nu hoe het, het anders zou worden genoemd maar uh, ja ik weet het niet ja het is uh, ja sowieso denk je ook terugkijkend op je eigen bijdrage aan mm -hmm. het album hoe hoe zie je dat voor mij heb je zit je wel soms zeggen in die top drie Guys die gerept hebben, laten we er dan even af qua. Ja, ja, iedereen heeft gewoon zijn eigen bijdrage een beetje weg gehad, de een wat meer dan anderen zeg maar. En uh, maar dat dat, het was gewoon, het, er zijn natuurlijk ook nog veel meer andere tracks ook gemaakt. Alleen dit was wel gewoon het, het beste wat gemaakt is en ook gewoon het, het liet wel gewoon alle kanten van iedereen zien of zo. Ja, dan maar ben ik, ook... ik denk niet dat mijn bijdrage bezig... Dan die van iemand anders of zo. die fles 43 die ging never, die ging never nooit op. Hè? Ja, ik weet dus niet uiteindelijk of je wel echt op het schuil of niet. Nou, maar het is dus mijn vraag: is want er is iemand op de boot terug gaan om Jonco te halen? Omdat de Jonco op was, is er ook iemand nog drank gaan halen? Uh, nee, dat werd gewoon gefixt door uh, dat hoeft trouwens niet. Notch. De boot vooraf, denk ik. Dan kan je gewoon in Tessel of in uh, is iemand halen? Ik weet niet meer, pas wel. Mo Moet haar wel toch? Ik kan me niet voorstellen dat jullie daar een dag hebben gezeten zonder te tappen. Nee, nee maar zeg. <laughs> maar ik ben, hoe lang duurde het zeg maar tussen dat jullie dat schrijverskamp hadden en dat die tape uitkwam? Ik heb geen idee meer. Ik weet het echt niet. Ik wil zeggen ik, ik, heb, heb, ik weet niet of het gewoon een paar weken was of dat daar gewoon tijd overheen gaat. Ik ging wel even want het moet nog wel gemixt worden en een paar firsts nog ingevuld worden. Maar ik echt heel eerlijk, um, ik weet het niet meer. Wat ook nog voor nieuw Wave was was hoe het voelt trouwens was ook nog als jonge leerling hoe het voelt. Ja. ja dat ja. was ook ja. nog daarvoor. Maar, maar als je dan, je shit na Nieuw Wave kijkt, dus mm. ja. Uh, je hebt dan een beetje voor jezelf solo uh, en bokuljons. Ik kan er hmm. nog wel eens meer mixtape. Maar ik vind wel dat, voor mijn gevoel, leg je daar wel heel erg de, de blauwdruk, of is daar wel de blauwdruk gelegd voor je latere shit? In ieder geval ja. tot daar. Onze. Ja, ik denk, ik denk dat ik de zeg maar, ook dat, misschien ook wel Ik denk dat, uh, dat uh, na nu weer een soort van meer een ding was van, oké, okay, wat wil ik nu? En ik, en ik merkte denk, dat, denk ik, dat ik gewoon voor mezelf nog niet per se echt uh, alles had ontdekt of zo. Dus ik wilde gewoon heel graag gewoon kijken van, oké, okay, ik vind dat heel hard wil ik, bijvoorbeeld Boeke Jansen, dat wil ik dat heel graag doen. En Solo, dus dat was, het was gewoon nog, nog wel gewoon zoekende naar wat, wat, wat ik echt wilde. En uh, omdat ik ook best wel veel kon, uh, veel verschillende shit, is dat altijd een soort van, denk ik, mijn, uh, ja, mijn blessing en curse geweest. Maar ook, ja, en, dat... en, ook um, en ook wel dat ik altijd ook wel heel, uh, heel koppig was. Dus als ik zag van, oké, okay, dit werkt nu heel goed, dan wil ik heel graag het tegenovergestelde doen. Ja, nou, de, de, wat je ook zegt, die blessing en die curse, want door die Word je ook in een soort van cursus live gegoten, toch? Van, oké, okay, New Wave. Dus je moet New Wave muziek maar maken. Maar dat, maar dat wilde ik dus ja, dat, niet. niet, zeg maar. En dat, um, um, ja, maar dat, was, dat, dat is gewoon hoe ik was, zeg maar. Ik had gewoon zoiets van, ja, niemand mij, gaat mij niet vertellen wat ik moet doen. En, en ik ga gewoon iets heel anders doen. En uh, ja, dat heb ik gedaan. Yeah. Ja, ik, die, 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 um, een beetje voor jezelf tape. Zeg maar, weet je nog hoe je die cover art hebt gemaakt? Ja, die heeft, uh, Ik kon niet, kan niet op zijn naam komen. Het was van de show van, bij Appelsap. Oh nee, helemaal niet. Dat is, is het wel? is dus die rode koffer met een de rode oh, nee, dek ja, erop en je is, zit uh, daar. Ja, dat is door uh, Texas en Schiefmacher, die die gemaakt. Oké. Okay. Dat, dat ik, is uh, de dochter van, toch? Ja. ja. Oh shit, dat oh, is ja. ook een sick of, uh, fun fact dan wel. dat was geïnspireerd op een uh, Bujo Banton koffer. Ah, oké, okay. okay, want ik, er is dus uh, 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 een artiest uit Eindhoven die het Hiltje, hebben we ja, ook al gehoord. Ja, ja. En die heeft dus een album uh, getropt, volgens mij vorig jaar, heet Claire obscuur En zijn cover van, van die tape uh -huh. deed mij denken aan een hommage aan, jou, oh, ja. aan jouw cover, toch? Maar dan, ja. maar dan in het blauw, zeg maar. Ja, ik vroeg sick. me af of je dit ooit gezien had. Zeker, nee, dat heb ik nooit gezien. Maar heb nee. je wel al ooit iets van Hiltje gehoord? Ja, okay. maar wat weet ik ook niet. Nou, hij, is, gehoord, ja. hij is in ieder geval hard. Ja. Bij, dat, dat, uh, dat bij deze. Dat de de even terug weg, even goed maar ik dacht dat dat vond ik, ik dat vond ik gewoon ja, een ja, Het, het, het is wel een beetje, het lijkt wel een beetje op. Ja, dus ik dacht. Maar uh, ziek, ziek. Ik weet ook niet 100% zeker of het echt gebaseerd is op jouw koffer, nee. maar ik dacht laat me het uh, ja. laat, me, laat me ja, het maar in, in ieder geval gewoon opgooien, wel. man. Dus uh, want dat vond ik, uh, vond ik een ik leuk fun fact. die wou ik tussendoor gooien. Dat wel een leuke haakje ook. Ik zeggen, ik denk dat er ook heel veel mensen ontzettend geïnspireerd zijn door jou in de scene. Neem bijvoorbeeld Jason Trill. en ik denk bijvoorbeeld een heel heeltje ook wel ja ik, ik vind dat uh, ik hoop het, ik, het is gewoon um, ja, het is gewoon gek of zo omdat dan uh, uh, omdat dan ja, te klimmen ja nou de ja, klimmen sowieso maar gewoon ook om, om dat te beseffen van want je doet gewoon je ding zonder dat je een soort van nadenkt van oh ja ik moet mensen erg inspireren zeg maar dus tenminste dat, dat is hoe ik het deed en, um, ja. maar ik denk dat heel veel artiesten dat wel hebben ik wil daar ook weer geïnspireerd door bepaalde artiesten en die hebben dat misschien niet met een reden gedaan of zo. Mm -hmm. ja, 100. En, maar dat is ook echt waar. Zeg maar, als je kijkt naar New Wave en gewoon alle, alle namen die zeg maar, groot zijn geworden in die generatie, je ziet dat uh, zeg maar, van iedereen, zie je van alle grote namen, zie je terug dat ze invloeden hebben en dat mensen een soort van inspiratie uit hen in hebben gehaald. Mm -hmm. Maar als ik, als ik denk qua uniekheid en fashion sense. Denk ik dat jij daarin zeg maar, wel iets onderscheidend hebt van hun allemaal zeg maar, buiten de muziek. Mm -hmm. dus, uh, dus ja, dat weet, als ik kijk, er zijn meer rappers die ook zeg maar, extravagant kleden of zo. Maar ik denk toch wel, als je dat bij een jongere generatie ziet, dat, dat veel mensen dat voor het eerst zullen hebben gezien bij jou. Het scheidt hebben aan, aan, aan hoe je je kleedt en, uh, en dat soort dingen. En dat is wel gewoon een vette, vette badge om te hebben, zeg maar. Die zet ik in mijn pocket. Ja, 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 ja. Ik zit dan te denken wie, wie zijn mensen die jij hebt gezien die vette stijl hebben? Een vette stijl hebben? Ja, die gewoon, oké, okay, hun zijn hun ding aan het doen over de laatste tien jaar zeg maar. En qua dan, kleding, is het qua kleding. Ja, ik bedoel al specifiek qua kleding. Um, Van die zijn wild, ze, ze uh, nemen risico's. Uh, Re, G, ja, Ray sowieso. Jandro. Uh, um. Maar Italië ook bijvoorbeeld, die vind ik ook altijd wel vet star hebben. en uh, ik kan even niet op. Even niet op meer mensen komen. 1, 2, 3. Ik denk dat Rey ook inderdaad wel naast zou te zetten is. Uh, eventueel man. Want hij is natuurlijk ook. Die, hij, hij heeft best geklede man van Nederland gewonnen, ja, Fact, facts, ja. En je hebt de tune met hem ook. Ik heb veel tunes met hem. Je hebt, je hebt sowieso, op solo heb je er ook één, toch? Ja. Soefbuffs. Uh, ZPS, ja. super sorry, ja. En uh, sowieso met uh, veldtal ook pokkels met hem. Een... Heb je een uh, heb je een anekdote voor ons om om ree te beschrijven? Een verhaal oh. van jou met ree of zo die van jou uitlegt van dit ree. <laughs> Want ree is, is een hele aardige gast. Ree kan dus heel goed We waren, al, waren in de stad. Zo, dat waren we sowieso al vaak. <laughs> en toen uh, en toen. Er waren twee boys aan het lopen en die, die herkenden mij, zeg maar. En die, die kwam op zich, boekelzam, flikker, flikker. Moet je maar even bliepen. En, um, en toen eh uh, en ik, ik keek elkaar aan, zeiden we van, gaan we hun gewoon nu dead slaan? zei hij van, ja man. <laughs> en toen waren we met ze aan het vechten op die fucking trambaan en zo. Ja, race is gek hoor. crazy. Heb je hebt gewoon op een dood dag... ...hebben met mensen als, Ja markt, Ja, het was niet... Ja, maar het, het gebeurt ook gewoon wel vaker zo. En dan soms ben je er ben je gewoon zat. Dan denk je van... ...oké, okay, dan, dan, dan gaan we er gewoon erin, man. Ja, jij gaat het zien. Dus jij ja, gaat spijt of, of ik ga het zien, maar... Oh, ja. Maar jij bent daar sowieso best wel uh, bevlogen. We hebben het net ook al een beetje erover gehad. zou zeggen zeggen... Uh, Genderrollen en uh, geaardheid en zo, daar ben je best wel uh, bewogen in toch? Je, je bent daar als in vooruitstrevend, laat het zo zeggen. In de rep zie je best well, wel. veel... Nou ja, het is meer gewoon van: ik geef gewoon geen fok, zeg maar van ik, ik weet zeg maar wie ik ben en, en waar ik voor sta. Zeg maar en als ik gewoon iets moois vind, of wat heb ik, ga ik er niet bij denken van kan het wel of kan het niet. Ik denk dat het gewoon is, zeg maar. Het is niet uh, dat ik altijd denk van: oké, okay, ja, ik moet nu dit dragen, want ja. dan ben je in touch met je feministite of zo, zeg maar dat is, dat is het niet per se. Het is gewoon meer van: oké, okay, ja, doe gewoon wat de fuck je wil, zeg maar waarom mm -hmm. zou je... Zou je te veel over nadenken? Mm -hmm. Ja, maar ja, wat je, je hebt ook wel eens soort aangegeven dat, dat je wel eens ooit hebt besloten om iets niet te dragen, waar je denkt, ja, daar komen dan nou weer reacties op. Ja, maar dat was, was vooral toen ik echt heel jong was, zeg maar. Dat was vooral voortreppen. Ja. Ja. Okay. maar dat de... je dan moet je dan gewoon nog. Je bent, je bent dan, dan ben je ook nog zoeken naar jezelf en, en, en dan is de, de mening van iemand anders toch nog, of van, ja. toch nog, nog, nog wat belangrijker dan je eigenlijk wil dat het is. Denk je soms ook dat internationale acts bijvoorbeeld expres doen? Zeg maar dat ze expres. Uh, wat ik uh, even denk, uh, Jong Turk uh, met, de, met de jurk. Ja. Kid Curry ook een keer bijvoorbeeld. Ja, maar denk ja, ik dat de marketing kijk, kijk. kan zijn. Ja, tuurlijk, dat ook wel. Kijk, je weet uiteindelijk wel van als je iets aantrekt, weet je wel van oké okay, wat het gaat veroorzaken. Zeg maar. Dus Je bent je er wel bewust van. Maar natuurlijk doen mensen wel dingen om, uh, om gewoon uh, even mensen te laten praten. Ja, ja. Dat, is van, dat is voor altijd ik zit nou denk denken, wat is een van de gekste fashion dingen die dus ik Misschien heb ik ook wel eens af en toe wel gehad hoor. dat ik dan, zeg maar, dat, ik iets, dat ik dacht: oké, okay, als ik dit nu doe, dan gaat het wel iets ja. worden. Ja, en dan denk ik van Ja, tegenwoordig. Ik vind het zo maar, de belletje als je het zo vet vindt, zeg maar. Tegenwoordig is dat als je als je, je nagels lakt, toch? Ja, dat, dat begon zeg maar, bij jou met nagels lakken, denk ik uh, ook. Ik weet nog niet of het bij mij begon, maar ik was wel heel vroeg mee. Hoor. En ja, nu, nou, ik, nu doe ik het niet meer, omdat ik het gewoon, ik vind het gewoon niet meer bij me passen, zeg maar. Maar het is niet dat ik het nu niet meer doe, omdat uh, ik denk van oh ja, dan gaan mensen haat of zo. Wie, daar ook, zeggen, wie je daar ook commentaar op gaf, was ook negatief, toch? Je hebt in ja. zo'n vlog van Monica hoor je dat hij uh, dat, dat tegen jou zegt. Vlog van maar, Monica is crazy. Ja, ja, ja man. Die waren er ook die tijden. Ja, ja. Maar denk eens heeft wel een ziek grote invloed op jou gehad. Ja, precies. Maar alleen, uh, denk ik denk niet dat je het dat dat met hem eens hoeft te zijn. Nee, nee, dat bedoel ik ook eigenlijk ja. niet meer te zeggen. Ik wil je meer, zeggen, leiden naar... Jouw, wat, hij, wat heeft Negative precies voor invloed op jou gehad? Oh ja, hij, hij nam me gewoon onder zijn hoede zeg maar, in Indo tijden toen, uh, ja, toen ik gewoon het uh, gewoon, ja, gewoon begon. En ik, en ik wilde graag gewoon... Uh, ja, het is altijd fijn om iemand te hebben die zo van je mentor is of die al in de game is, naar wie je opkijkt en met wie je in de studio kan zitten. En ja, dat was gewoon hij. Hij was gewoon een soort van, uh, van vader van de groep. Vader van de groep. Dat zou ja. mooi. Ik zit dan ook te denken: heb jij het idee dat jij zeg maar mensen gementord hebt in de laatste jaren? Um. Ja. En ja, dat, toch? Dat hoeft niet per se vaderlijk of zo, oh, maar, zo te zijn. Jesus maar dat is gewoon. Ja, 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 tuurlijk. tuurlijk ja, 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 ja. ja, ja. Die man heeft wel heel veel ingehad. Die heeft hij hier ja. ook verteld. Ja, ja zeker. Maar dat, het is. Um, maar dat, dat ging ook gewoon vanzelf, zeg maar. Het was gewoon, ik vond hem heel vet. Ik had een soort van iets van hem gewoon, dat was het meteen gewoon van: oké, okay, ja, kom gewoon langs in de studio kom gewoon chillen. En uh, ja, en toen op een gegeven moment, ik uh, het gewoon, zeg maar. Hmm. Die EP met jou en hem is nummer 1 gegaan, toch? Op Spotify, ja. in ieder geval. Ja, facts dus dat en, en oké okay, dus, is dat is nu even één dat is 1. En verder heb je verder een een, een, een nummer één plaat gehad nee man dat is dan ook al gek want Jay, dat was Jason zijn tweede, tweede of derde project toen ook mm -hmm. Zo, ik, ik vind het toch gek zeg maar. ik wist dat hij toen zeg maar op, op was geblazen maar kan, niet dat ze maar die tape van jullie nummer één was gegaan man ja het sick. was um, Nike's ken ik nog niet. Ja, het was gewoon het was denk ik gewoon de the right music at the right time zeg maar denk ik uh. Kan je die verder uitleggen, denk je? Um, nou, het was sowieso een soort van een beetje die. die. die SoundCloud, uh, uh, periode, zeg maar. Van, ook in, in Amerika wat ze maar, opkwam. En uh, natuurlijk deed ik deed dat al een beetje met Bocuyonze. Die type of music. Alleen, um, alleen Jason was, zeg maar, echt opgekomen in die tijd. En het was echt zijn ding. En hij had gewoon iets heel unieks. Um, en dat, dat, dat ging gewoon. Uh, het ontplofte gewoon en um, toen gingen wij samen gewoon muziek maken en toen op een gegeven moment hebben we gewoon heel veel nummers gemaakt en een tape van gemaakt um, en ook nog getoerd en dat was gewoon ja dat was gewoon toen die tijd gewoon denk ik gewoon het, even de het nieuwe ding zeg maar ja ja het weer een verfrissend iets in de ja, hip hop ja dat vooral en ook denk ik dat ik gewoon ook heel veel uh, maar het, zeg maar trap was maar blij trap dus ik denk dat gewoon heel veel uh, <laughs> Kids in Nederland daar meer mee konden relaten, zeg maar. Ja, zo so, daar heb je wel echt een generatie mee beïnvloed. Ja. Maar als je vergelijkt met jouw andere muziek is het minder tijdloos denk ik ofzo. Als ik dat ja. nu te, terug luister denk ik wel of oké, okay, ik ja. luister liever uh, solo en een beetje voor jezelf terug ja. omdat ik zo al zo, zo ja. terug luister. Ja, ja, ja. Maar het was, het, het, ik denk dat het echt gewoon voor die, ja. voor die periode was en het was muziek voor toen zeg maar denk ik heel erg. Tuurlijk, bepaalde tijdens kan je nog wel opzetten zeg maar, maar het is, het is toch wel, het was. Ja, wat we zeggen, was misschien wel minder tijdloos. Ja, dat, 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 dat ben ik wel mee eens. Heb je die gedachten ook gewoon met, met Soundcloud rap en die generatie in zijn geheel? Als je nou kijkt, nee. bijvoorbeeld internationaal nee, naar wie er nee. nog over zijn van Soundcloud rap-era. Ja, maar die mensen zeg, verdienen nog steeds wel hun maar geld. Maar wie is van die tijd gekomen? Playboy zo gaat nog steeds hem. The Ocean ja. gaat nog steeds hem. Um, Trippie uh, Red. Uh, Trippie gaat ook nog wel hem. Zeg maar, dus er zijn nog best wel veel mensen die overgebleven zijn. Zeg maar. En ik denk dat ook, zeg maar, net zoals met weet ik veel de uh, real hip hop era zeg maar dat is ook niet iedereen is ook niet iedereen yep. overgebleven zeg maar ik denk dat dat wel gewoon op een gegeven moment moet je zeg maar dus uh, moet je gewoon evolveren in je sound of ja, of dat... of, uh, of of en ook als, als persoon zelf zeg maar denk ik en ik denk dat als, als je dat kan dan kan, je, kan dan kan het gewoon altijd door blijven gaan is, ja. is wel leuk wat je wat je nu ook zegt want uh, na die tape kwam er een kleine ep met jong uh, Felix ja. maar daarna kwam Nachtvlinder ja. en waarbij het aan de telefoon ook al eigenlijk een beetje over hadden gehad was dat wel je meest serieuze shit mm -hmm. voor mijn gevoel. Ja, ja, dat is ook dat voor mijn gevoel is dat ook wel zo ja. Wat zette je er toe om op dat moment van, want je was eerst altijd wel toch een beetje die blije gast, mm -hmm. denk ik, toch een iets serieuzer iets te gaan maken? Um, ja, ik denk dat het ging wel ook een beetje vanzelf, uh, <laughs> maar ik denk dat ik gewoon heel erg de behoefte aan had om gewoon ook bepaalde dingen in muziek kwijt, kwijt te kunnen. Um, Waar ik gewoon mee zat of zo, wat, in mijn hoofd, wat, wat er in mijn leven speelde, wat er in mijn hoofd zat. En daarvoor was het altijd een beetje party en een beetje liefde en bla bla zeg maar. En, Aankloten. Ja, okay. nou, gewoon, dat, dat zat ook in mijn hoofd zeg maar, maar alleen dat was dus, ik heb gewoon die kant altijd heel erg belicht en die andere kant niet. En ik denk, en ik denk ook dat het belangrijk is voor mensen um, om te zien dat, dat zeg maar, een soort van. natuurlijk hoe, hoe, hoe ik me dan profileerde online was altijd gewoon blij en grappig en fun en die zit nergens Drinken, mee. Drinken, roken, die, die zit nergens mee en. en hij is gewoon altijd blij, zeg maar. Maar dat, dat, is niet, dat is niet hoe het is, zeg maar. En ik denk dat het belangrijk is voor, voor mensen om te zien... Dat er, dat er altijd wel een keerzijde aan alles zit. En dat uh, het niet altijd alleen maar uh, lachig brullen is, zeg maar. Zeker. En um, wat, je ook, wat je ook echt op dat album terug laat komen... is dus die diepere laag en uh, minder dat hele feest... Want nu is het ook minder feest. Op het moment ja. je drinkt niet meer en je, nee. je spookt niet meer. Nee, daar ga je niet feesten nee. Daar word je niet blij van, nee, nee, klopt. Dat is. Uh, dat is en veel op fitness. Ja. Wanneer is die knop gekomen? Um, van? Nou, ik denk vorig jaar wel al met dat ik gewoon wel wat rustiger aandeed al met, met gewoon sowieso. Nou, ik ging gewoon niet meer naar feestjes en dat soort dingen. Zeg maar. Ik had daar gewoon geen behoefte meer aan. Um, en het ging, uh, het ging een beetje. Ja, een beetje geleidelijk. Dus ik, ik begon al wel een beetje met. met dus ik, dat was eerst sowieso stop met smoken. En toen uh, begon ik een beetje te trainen, maar nog niet echt, nog niet fully. En dronk ik iets minder. En toen um, merkte ik toch wel weer dat, weet ik veel, als het zomer was, uh, dat ik toch wel weer meer ging tappen. Want ja, dan is het gewoon druk met shows en een opeens in het buitenland en bla, bla dus, mm. dus dan ga je toch wel weer. Uh, ook bijvoorbeeld dan ik ben gewoon iemand als ik dan als ik dan nu een beetje een periode veel tap dan ga ik ook bijvoorbeeld morgen als ik in de studio ben en het is drie uur denk ik ook al van oké okay, laten we een beintje bestellen zeg maar ja uh, terwijl het helemaal niet nodig is en in december was, was het toen ook weer feestmaand ook weer veel shows en uh, kerstdagen overal en bla 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 en, en toen merkte ik gewoon weer dat ik gewoon elke keer als ik in de studio was dat ik het eigenlijk weer wilde suipen maar ik dacht gewoon vandaag oké okay, dan voel ik me weer chill en dat gevoel wilde ik gewoon niet meer en toen en toen begon, dacht ik van oké okay, dan ga ik gewoon Dry January doen. En dat is gewoon uit de hand gelopen, zeg maar. Ah, dat heb je helemaal zelf gedaan? Zei. Je hebt daar geen hulp bij gehad? Nee, gewoon ja. Mijn vrouw thuis die me steunt. Maar voor ja. de rest, voor de rest uh, nee. Dat was gewoon echt zelf eigenlijk. Dus ook ja. gewoon zelf naar de gym gegaan. En toen, en, toen, en toen had ik dus, denk ik, dus de eerste maand heel veel sporten. Omdat je moet iets anders hebben, toch? Om, om, ja. Om, 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 je moet ja, iets hebben ja, van, oké, okay, dan ga ik gewoon elke dag sporten. En toen ging ik gewoon heel veel sporten. En toen merkte ik dat ik, zeg maar in die ene maand uh, veel meer was afgevallen, veel gespierder was geworden dan, zeg maar, die dan vier maanden, vijf maanden trainen of zo, zeg maar. En toen dacht ik van, oh ja, het is gewoon ook, ook echt die alcohol. Ja. Zeg maar, dat het echt opfokt. Um, en toen ging ik gewoon, uh, had ik gewoon zoiets weet je wat, ik trek het gewoon door. En ik wil gewoon kijken van, want ik, ik tap al gewoon sinds, weet, weet ik veel hoe oud ik ben, zeg maar. Dus mm, ik heb ook zoiets van, ja, als ik dat, als ik daar niet meer gelukkig van word en ik, en ik ik merk gewoon dat ik, dat ik er gewoon echt meer nadelen aan heb dan voordelen. Dan waarom doe ik het nog? Mm. Ja. En tuurlijk, ik blijf altijd van het drankje houden. Niet zo dat ik het nooit meer ga doen. Maar um, ik had wel zoiets van: oké, okay, ik wil wel bepaalde doelen nu bereiken. En ik weet dat ik dat beter kan doen uh, als ik gewoon niet tapen, niet, tap niet smoken, niet niks doe. Um, dus, dus dan moet ik gewoon even dit jaar misschien gewoon even daar gaan werken. En als ik denk van oké, okay, nou ik heb nu weer bepaalde dingen gehaald, dan kan ik weer een beetje gaan drinken. Maar ik wil gewoon niet meer dat het op zo'n level is. Zeg maar. Die bepaalde dingen zijn ook Nachtvlinder 2 natuurlijk. Nachtvlinder 2, ja man. Ja. Oktober? Ik hoop het man. Ik ben gewoon nu um, ja, ik mag van mezelf weer drinken als het album af is. En ik ben nu gewoon bezig. Ik, ik, ik zit veel met Julien in de studio. Um, die gaat in het algemeen alles produceren omdat ik met hem gewoon de beste klik heb. Ja. Um, en, en hij vond het heel hard om te doen. Hij is ook een goede vriend van me. En ik merk gewoon van ook bijvoorbeeld, uh, ja, het wordt ook wel weer heel erg persoonlijk. Dus uh, dat vind ik altijd wel fijn om dan met iemand te doen die ook dichtbij je staat en die je goed kent. Um, en dat ik, ik, ja, ik heb er gewoon zin in man. Dus ik heb, ik heb gewoon echt gekozen van oké, okay, ik, ik drop gewoon even helemaal niks meer. En dat, dat is ook niet altijd makkelijk geweest. Want um, ja, als je op social media gaat, zie je elke, zie je elke week mensen droppen. Ja. En als je niks dropt, heb je gewoon minder shows en, en, en alles. Zeg maar. Dus dat is ook wel mentaal soms uh, ja, heb ik het soms wel moeilijk mee gehad. Ja, maar heb je dat wel nu een plekje kunnen geven? Jawel, maar nog steeds soms. Zeg maar, social media kan je gewoon gek, maar soms moet ik ook gewoon uh, beseffen van uh, oké, okay, ik moet gewoon de eens even wegleggen. En ik ben ergens mee bezig. Maar ik heb nog wel soms dat ik denk van oh ja, shit, ik moet nu droppen. Ik moet nu erop. Ik moet nu droppen. Hmm. Terwijl, ja, het hoeft helemaal niet. Maar die band met Jack, hoe, hmm. hoe is dat? Ja, het is gewoon. Ja, ik weet niet, het was ook gewoon, dat was ook wel sinds New Wave. Ja. Um, en. Um, ja, ik, ik. Ik denk dat hij een van de weinigen is met wie ik echt soort van goed kan sparren in de studio. En die me ook gewoon, gewoon kan zeggen: van yo moet je dit niet doen. Of misschien dit wel. Mm. En dat vind ik gewoon. Uh, dat vind ik gewoon heel fijn werken. En. en ja. Goed oog voor zetten. We ook. ook gewoon de beste zeg maar dus. Ja. Kijk, want ik, ik vroeg voeg het dus voor de podcast uh, want ik wist dus nog niet dat zeg maar Nachtvlinder 2 ging heten. Hoe heet het album ook weer? Nachtvlinder 2. 3. Oh ja. Ja, 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 ja van beste. Ja. Maar omdat op Nachtvlinder 1 stond Go Go Club, dat was een track met ja. uh, me, met Jack en ja ik had wel het idee van oké okay, die sound soort van ja. daar heb je wel op doorgepakt en als ik nou de nieuwe singles hoorde ja. dat vond ja, oké okay, is weer allemaal uh, Jack Sharik geproduceerd. Ja. ook nog wel een beetje zeg maar die 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 vibe in mm. de pockus wel vernieuwend mm. Vernieuwend dan dat dus ik dacht misschien wordt het wel een go-go club 2. nee uh, maar dat dat kan misschien komt dat ooit nog wel maar om, maar omdat we nou ook niet echt in de party era zitten toch nee en uh, nou, ik, ik, mijn plan was sowieso om en 2 te doen. En ik was gewoon, ik heb eigenlijk hiervoor ook al een album gemaakt wat ik in de prullenbak heb gegooid. Dat uh, was? Uh, ja, gewoon, voor mij wil ik die Sami noemen of zo. Ik weet okay. niet maar die, uh, en toen op een gegeven moment zat ik gewoon een paar keer met Julien en toen hadden we gewoon weer harde shit gemaakt en toen spraken we gewoon over van oké okay, ja, waarom produceer ik gewoon niet hele het hele album? En dan kan het ook beter als één geheel klinken zeg maar. Um, en toen zijn we dat gewoon gaan, gaan doen. En het wordt wel, het is best ook wel weer breed, maar gewoon echt niet uh, echt alles behalve partystam, zeg maar. Wat, wat kunnen we verwachten precies? Um, ik wil iets zeggen. Um, ja, gewoon, ik ben natuurlijk, nacht de 1 uh, was misschien vier jaar geleden, vijf jaar geleden, ik weet niet. En ik heb intussen natuurlijk gewoon veel meegemaakt. En, um, en mooie dingen, ook minder mooie dingen. En um, ja, over zulke dingen heb ik het gewoon veel eigenlijk. Ook weer minder mooie kant, juist. Maar op Naflinder staat wel een fietsje van Boeven bijvoorbeeld. Kunnen we, kunnen we dat soort grotes verwachten? Um, ja, ja, jawel. Er staan wel wat futurings op. Zoals kleine. <laughs> ja, ik weet niet of ik dat kan zeggen. <laughs> Dan laat maar ik maar denk ik ga ik wel even raden ja, de, de sounds van de nummers gaan we, want de, in mijn hoofd zeg maar de, de singles de eerste singles zitten wel een soort van een beetje in dezelfde die zitten in dezelfde vibe als elkaar wordt het album zeg maar wel nog breder qua ja 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 ik denk dat dit de enige twee singles zijn die op elkaar lijken oké 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 dat okay. denk ik wel en het was nu ook gewoon meer van oké okay, het is nog het is een beetje zomer lekker weer dus waarom zou dit niet het past ja niet, 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 zeker niet doen. ik weet je dropte dan uh, done with me mm. en die video met jou op die fiets in mm. Amsterdam en ik dacht oké okay, ja ik ben, hier ben ik al in hoor voor, ja. de, voor deze podcast. Deze ik ben echt ga heel goed op die eerste twee singles. Ja, uh, thanks man. Want wanneer wij die opnemen, is er net weer een andere uitgekomen. Ja. Uh, dat is natuurlijk al een tijdje voor deze podcast. Maar ook gewoon weer twee voor twee. Ik zit zomaar die melodielijnen te luisteren, mm. die lyrics, hoe je het invult. Want ook als je Engels en Nederlands soort woorden mixt en laat rijmen. Is soms zomaar lastig om dat precies te laten kloppen. Maar een hele goede tweede single, vind ik man. Thanks, hij man. klopt, hij klopt van Begin tot eind klopt die weer. Dus, uh, en, ja, mijn shit ook, die, die, deze vibes. Dus, Thanks uh, man. En ik ben allemaal benieuwd. Meer diepgang op het album. Ja. Uh, persoonlijke shit. Ben ik ook heel benieuwd naar ja, inderdaad. Het lijkt, me, het lijkt me leuk. Partysam gaat... era weer even afgesloten. Ja, ja die heb ik even, even weggestopt. Maar hij gaat er terugkomen. Mm, ik denk niet uh, als van. Uh, ik denk niet dat ik een partysam tape weer zou doen ofzo. Maar natuurlijk, ik, ik blijf nog wel... Uh, ik vind het sowieso gewoon leuk om ook face nummers te maken. Hmm. Dus dat zal ik altijd wel blijven doen. Ook Alleen... door je, door je historie natuurlijk daarin. Ja, zo. ja, ik, gewoon, ja maar ik hou gewoon echt van dansen zeg maar. Maar het dansen is ook weer heel breed. Dus daarin heb je dus ook bijvoorbeeld die clubachtige club achtige tracks. Zeg maar. Dat is ook wel weer dansen, en, en Ja, het is... Um... Vibes kartel ook vrij. Zo. So stering hey. hey. Crazy, ja, man. man. die man ziet er echt... Uh, he's binnen a lifetime, moet ik maar zeggen. Ja, maar hij is ziek ook, hè? Ah, wat heeft hij dan? heb Grave disease of zo. zo, van iets met die, met je immuunsysteem dat wat op is en wat dan yeah. zeg maar, dus dan dingen gaat aanvechten, wat eigenlijk niet hoort aan te vechten, of zo zeg maar. Dus dat ja. dan Daarmee ook ja, dus yeah. hij is al ziek maar hij is wel, hij is wel vrij. Ja, wel had die video hij met die chick in de auto en al ja. kus me, ja, ja, <laughs> uh, ja. Turkse meid heeft die ook. Rody. ik ben ik ben wel benieuwd. Komt er komt er weer een nachtvlinder merch? Ja, man. want ik kan ik, weer weer ik kan me dat herinneren, gewoon dat dat bij de volgende naar voren is. Hè? Ja, ja, die, die maar, is er sowieso, maar die Maar is die er nee, nog, is nieuw hoor. want Oh, ik kan al zeggen nieuw want is die nog steeds? Want ik, ik kan me gewoon herinneren dat ik jou die trui echt gek lang heb zien. Ja, cent ja, ja, is er. zeg maar die nachtvlieg. Ja, hij is gewoon ja. dezelfde, maar dan gewoon andere kleuren en dan met andere, andere dingen erin, zeg maar. Oké, 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 oké. Ja, hoe heet het? Uh, Scent eentje dan? Hebben we die aan podcast Gaat het ja. Kijk, dit wordt hem, maar dan gewoon dus het andere kleuren. Zeg maar. Ja, ja, ja. Hard man. Hoe oh vet. Hard, ja, heel vet. Hard. Harde uh, hard merch, hard ja, merch. Dus die komt terug, sowieso. En ja, Die vlinder blijft een soort van een. Uh, een dingetje, hè? Ja. Neem me daar nog eens één keer mee het, het beest een vlinder. Waarom? Um, ja, het was eigenlijk het begon eigenlijk een soort van um, als uh, een vriend van mij die um, we spraken over een dame en die beschreef haar als van ja dat is echt een nachtvlinder. Dat was maar. het, ja, ja. Bij de, daar nou. begon het eigenlijk erbij en toen. Um, en toen, ja, toen dacht ik eigenlijk op een gegeven moment een beetje over praten, of dat ik ja, eigenlijk ben ik ook wel een, een, een nachtvlinder ja. zelf zeg, maar um, uh, en, en daar is het eigenlijk ja, een beetje uitgekomen. gekomen. En ik vind sowieso gewoon: ik vind sowieso gewoon heel mooi en ik vind het ook altijd wel interessant dat zeg, maar nachtvlinders altijd zo van zijn nachtvlinders, maar ze leven ook gewoon overdag. Um, en, en dat vind ik gewoon, dat vond ik altijd gewoon heel interessant. Fucking bijzonder dier ook, ja, dat, dat is echt ja. oké. Okay, um, ja, we naderen het einde, denk ik langzaam. Ja, of niet? Ja, heb jij ja. nog even iets wat je wil. Uh, ik, ik ben wel benieuwd. Zo, want jij hebt in, uh, in de coronatijd, maar heb je Late Night Barbecue gehad. Ja, oeh, ja. shit. Ja, ben ik mee gestopt, man. Ja, dat, ja. daar was ik dus benieuwd naar. Nou, ja. wat, wat, want ik had wel het idee dat dat lekker liep, zeg maar. Jawel, maar het is gewoon, ik zeg heel eerlijk, um, horeca is gewoon best wel moeilijk mm. en zwaar. En ik kon er zelf gewoon niet genoeg tijd in stoppen om dat soort van uh, ook nog na corona soort van draaien te houden zonder dat ik zeg maar helemaal uh, uh, gek werd van alle kosten. Ja. Yeah. Dus op een gegeven moment hebben we gewoon uh, besloten om het, om het weg te doen en jammer, maar dat was wel gewoon een mooi avontuur en ik, en ik heb er nu ook gewoon eerlijk gezegd gewoon niet echt tijd voor. Dan dan moet ik echt iemand hebben die het helemaal overneemt en gewoon het helemaal zelf doet zeg yeah. maar. Alleen dat dan dat was dan weer niet zo rendabel. Nee, nee oké. Okay, hoor ik. Heb jij in je hoofd wel andere ideeën van wat je naast muziek nog zou willen doen de komende ja, tientallen jaren? Want ja, daar ik, ben de, de, ik ben nu daar wel een beetje mee, mee bezig maar aan, aan het checken wat ik ook nog meer wil doen. Um, maar dat haak ik nog even lekker van mezelf. Ja, dat is, uh, dat is helemaal prima hoor. Dat is helemaal prima. Maar ja, we hadden het da, daar hadden voor de podcast ook over dat jij een soort van geen houdbaarheid datum hebt qua hoe lang je muziek kan maken. Nee, en, en, ja, ja. Ik, ik zie mezelf later wel nog, uh, als ik gewoon 60 ben, nog steeds gewoon uh, met, met, met mijn vrienden en een soort van... Uh, en je zoontje ben, misschien dan? en mijn, nou, mijn zoontje van dan zijn eigen shit alweer natuurlijk. Ja. Die, die wil niet met mij... Uh, die, <laughs> die wil niet met, met zijn <laughs> oude pa mij, pa Die wil niet met aflof, stage, hoor. Ja. En, uh, maar dan zou ik, ja, ik zou gewoon wel dan, weet ik veel, een soort van bandje, dan oude classics nog spelen op, weet ik veel, op verjaardagen of bruiloft en zo. Zeg maar dat, maar van, als ik dat nog later zou kunnen doen en daar van ook nog steeds een saxentje mee zou kunnen verdienen en voor de rest zou, zou chillen, dan zou ik gelukkig zijn man ja, dat, ja. Is, dat is een prachtige toekomst hele mooie ik, ja, ik wil je ook nog vragen naar, naar Power van Rotjoch. Oh, ja. daar heb jij ook een aantal bijdrages ja, ja. op gedaan natuurlijk. en dat is ook helemaal jouw shit zeg maar ja. als Rotjoch zegt ik ga Poenpoen Power maken dan is het soort van de eerste naam die je daar die, die, die een van de eerste namen die je daarbij bedenkt is jouw naam mm. Moet, zeg maar even, hoeveel tracks zijn het dat je op Poenpoen Power staat ik weet niet veel wel nee, ik ik kijk maar is, zeg maar van uh, ik begon echt op goed met dansen en en ik en ik zeg maar ik ik I live that shit gewoon zeg maar snap je dus dus dan en het is, het is dan logisch dat mensen dan mij erbij betrekken ofzo zo ja Vooral Nederlandstalige dansers, zeg maar. in dansen algemeen is Callie Boys gewoon the guy. Yeah. Yeah. Callie Boys is, is, is the goat, zeg maar. Heeft hij nou een tape gedropt met Tribal Cush? Was dat een tape ja. of gewoon veel singles? Nee, tape. tape, Dope. Tape. En Tribal ook met hun maak ik ook nog steeds muziek. Er uh, ja. komt ook nog muziek van uit, maar dan meer voor hun, <laughs> zeg maar. Ja, dat uh, was om, 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 omdat, het, omdat het nu niet echt past bij mij wat ik nu release, maar ik vind het wel hard om te doen. Dus hebben we hebben gewoon afgesproken van oké, okay, dan releasen jullie gewoon een paar singles die jullie willen ja uh, en dat doe ik dan gewoon mijn bijdrage dat vind ik echt heel hard ook en ik denk weet je eindstand is dat ook gewoon nog een goede promotie zeg maar als hun tunes aan het draaien van jou zijn in de ja. clubs overal met jou precies volkos, en, het is, en het, is, het is gewoon voor mij ook soms wat ik wel lastig vind is gewoon dat je soms dus echt keuzes moet maken van oké okay. ik ben altijd soort van hyped over nieuwe shit hoor. dus nu als ik als ik nu als ik gisteren op ben ik maak een nieuwe pokoe dan eigenlijk in mijn hoofd wil ik die pokoe morgen clippen en overmorgen uitbrengen zeg maar ja, ja 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 terwijl zeg maar ik heb nog 100 andere pokkels liggen die op ook nog wat meer <laughs> waarbij je eigenlijk ook hetzelfde hebt ja geworgen. gaat zeg maar dus dat het is altijd wel lastig en alleen soms moet je wel een keuze voor jezelf maken van... oké okay, dit is nu even wat uh, het, het wat ik ga bewandelen En daar ga ik me gewoon even aan houden en dat dat ben ik nu aan het doen en daar dat heb ik vroeger altijd heel moeilijk gevonden omdat ja. doen. dit is hetgene wat jason zeg maar ons vertelde van wat hij het moeilijkste vond aan zeg maar het wanneer muziek maken je baan wordt en het zeg maar mm. je het, het bedrijfsmatig moet aanpakken of zo, zeg maar. Dat ja. je dan niet, zeg maar, zo op je gevoel af kan gaan en kan ja, doen wat het, je wil. Ja, dat kan wel. Maar alleen... Uh, ja, je moet... Uiteindelijk is het toch... Ja, je moet er toch het is toch wel leven. Het is toch een business uiteindelijk. Ja, dan is het lastig om dus stabiliteit... Dat, ja, dat, dat, dat heb ik ook wel uh, last, lastig gevonden, hoor. Om dat uh, te beseffen, zeg maar. Is er wel nog een keer geweest dat je een last minute beslissing hebt gemaakt voor een album of zo, die uiteindelijk heel goed heeft uitgepakt? Uh, nou, nee, last met het album. Dat is, een beetje, dat is altijd een beetje, lastig, zeg maar. Dat een nummer nog maken, zeg maar, laat maar Ik kan die last met op die denken van, oké, okay, we gaan volgende week een album doen, zeg maar. Dus ja. Dan, ja. Gaat, dan gaat er te veel tijd in, zeg maar. Komt er komt te veel bij kijken. Maar uh, weet ik veel, uh, een track zoals fiets. zeg maar, dat, dat, was, dat was, wel echt heel last minute. Dat was gewoon van, oké, okay, ik ga hem nu op TikTok doen en. Uh, goed. En ja. we gaan het en ik wil het meteen afmaken en bla bla. En dat was wel. Um, dat had ik wel een beetje gedaan zonder te overleggen of zo met management. dat, dat ging gewoon zelf doen. <laughs> en dat pakt toch gewoon goed uit. Ja. maar ja, het, eh, zeg maar van ja, het kan ook gewoon slecht uitpakken. En dat, het ding is gewoon van dat uiteindelijk je maakt gewoon heel veel dingen, je maakt gewoon heel veel muziek en uh, je brengt heel veel uit en ene keer gaat het wat beter en andere keer gaat het wat, wat minder goed. maar je moet gewoon door blijven pushen, en door blijven gaan. want um, ja, dat, dat is wel de key. en het, ik, ik weet dat het zeg maar niet altijd mentaal even makkelijk is of zo. ja maar als je nu heel groot succes behaalt en daarna gaat iets wat minder goed, ja, dan denk je meteen alweer van, oh, waar ben ik mee bezig? Ja, da, ja dat is het als je op je gevoel afgaat en je ja. maakt beslissingen snel, dan als het dan niet uitpakt, ja. dan, word je, dan heb je natuurlijk ja. ook uh, twijfel, nog meer twijfels. Precies. Elke keer van jezelf en andere mensen om je heen. Ja. En ik heb het vaak gehad hoor, en, maar ook daarna zeg maar, dan heb je dan wel weer iets wat wel weer goed gaat en dan ben je opeens weer helemaal blij zeg maar. Dus ik weet ook altijd van, oké, okay, als nu even iets niet goed gaat, ja, boeien zeg maar. Van, ja. ja, gewoon, do, gewoon doorgaan. G gewoon uh, geloven dat elk schot raak gaat zijn en de volgende keer gewoon weer schieten als je, als je denkt. Ja. Dat is de... Mag ik, mag ik een moment. tip gooien voor de kijkers en de luisteraars? Nou, dat is leuk, want we komen nu bij de aanraders. We doen oh. Elke week doen we, geven we aanraders. Ik dacht al, ik dacht al van: hè, heb ik dit moment gemist? Nee, 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 nee. Je hem er nou heel mooi zelf Ik, ik wil eigenlijk ja. net naar de aanraders gaan. Oh. Dus Bokusam heeft een aanrader voor jullie. Ja, man. Loki, vreselijke beleving. Loki, vreselijke beleving. En dan denk ik: Loki, de naam zegt me wel iets. Alsof iemand laatst nog tegen me heeft gezegd: Waar komt hij vandaan? Eh, uh, Amsterdam. Waar ken ik die man van? van wie is Loki? Wie is Loki? We het opzetten? Ja. Hoe oud is deze tune? Ik dacht dat we ontsnappen, maar we hadden in. Dat is niet alleen nog geruinering. Ik ga niet meer mee naar de kop. Ik dit ja, zaad. maar okay. Dat is niet alleen niet geruineerde ruïneerde dat ik, ik nooit FOG en Loki. Wat ik deed met zijn gezicht. Achtervaten, ontsnappen, maar we hadden Vraag L. Wat ik deed met zijn gezicht. Het wordt nog een lichaam die niet meer beweegt. Bij de eerste teken van een beweging. Dat het met hoeden in die wip. In die wip. de omgeving. Disrespecten kost je leven. Het is een fatale overtreding. en niet worden gezien door de F. Dat is nog een vreselijke beleving. Vogels gaan waar hij weet in. Ze gebruiken hun hersens nog niet. Een bekende speler in die velden Ik, word de punten net nog Flash om en al die filen Stop niet, fuck it, fuck it, het is wat het is Trok even terug van wat er is beslist Is met, met een F, je hebt ze vergist Hij gaat oké. Gelijk in mijn playlist, oh, ik vind dan. dit echt heel I hard Hij uh, redt gewoon ook heel divers mee hier uh, True, Op brood, de bank gewoon ik mee, man. Dus dit is, uh, is eind vorig jaar gedropt Ja Eind 2023, kwam je dit gewoon random tegen uh, Spotify op de socials of... Uh, um. Ik weet niet, maar soms ga ik gewoon gevaald in dingen en dan check ik opeens iets en dan zie ik of het dat z'n is is. Ja, maar hard, voor man. mij, ik denk gewoon, uh, dat zou zijn, gewoon TikTok of zo. Fucking hard. Dan heb ik, yeah. ik heb, dan heb ik ook goede aanraden die ik dan ook ga laten horen. Uh, want ik kwam dit dus laatst ook, zeg maar soms geeft Spotify je gewoon een jam als je een soort van je playlist mm -hmm. laat doorspelen. Mm -hmm. Klopt. En dit is envelop ervan van Lele, of Lele heet die, is een Duitse guy, maar hij rapt dus ook soms Nederlands. Oké. Okay. En ik vond, ik weet ik vond het, uh, ik vond het hard. Ik geven. even... Oh jou heel erg. En ja, je kan zomaar is. Uh, zeg maar, wel. ik bracht geen handy man. Ja, ik, ik vond dope. Gewoon ook re gewoon rennen dat ik weer op mijn oren wout. Man oor. een spits, man een spits. Ja, klopt. Dus mijn aanraden. Top aanraden. voor een... jullie allebei. Nou, uh, nou moet ik natuurlijk uh, bijbenen. Ja. Ik heb op socials gezien uh, dat er een combinatie aankomt waar ik heel erg high voor ben. Misschien is de tuner al wel als as we speak. Uh, maar als Milo laat het lukken en Romain. Oeh. Um, is natuurlijk een beetje een New Wave regen. Dus hij is heel erg geïnspireerd door New Wave en Milo laat het lukken. Ja, ik weet niet, maar het, het staat mij gewoon heel erg aan wat laat die man allemaal aan het doen ja, is. Die is een beetje Fabio in een, uh, in, een, in, een, in een jersey Beat jas of zo. Ja, ja, ja man. Het, het, stel stel ja, jezelf gewoon... ook heel erg, man. Ja, ja. Ik, uh, die Kom. man gaat hier komen in de podcast, dat weet ik zeker. Ja, Romain. even. Ja, Romein ook sowieso. Ik vind Romein ook. Um, maar ik vind het wel mooi, want eigenlijk Romein had in die Rapmoons 101 altijd een PC gedaan. Waar dus best wel veel ja. mensen van zeiden van dit is Milo's of flow. En eerlijk, daar kon ik me ook wel een beetje in vinden, zeg maar. Maar het eerste wat je daarna ziet is hun twee met elkaar gaan samen een droppen. Dus, uh, maar ik, ik vind het een beetje irritant hoe erg mensen graag haten op, uh, op Romein op alles wat hij doet, elke stap die hij zet, vind ik vind een beetje irritant. Het, we hebben het vandaag ook al gehad over haat toch weet je al, je gaat niks kunnen doen wat zeg maar vernieuwend is, of ja vernieuwend en misschien vinden mensen het niet vernieuwend, krijgt die dame haat. Maar je gaat niks kunnen doen wat groot wordt zonder dat er geha op gehaat wordt. Dus, dat, klopt, dus. dat klopt. Dat dus, weet klopt. Weet je, uh, Christian die zei het hier ook gewoon van ja, uh, ik heb liever dat ik en heel veel gehaat hoor en heel veel geliefd word dan dat niemand er iets van vindt, want dan oh. gaat je muziek niet geluisterd worden. Dat zei hij goed. Dat zei die goed. Ik wil voordat we dan jou nog vragen oh, ja. om een classic, wil ik jou nog vragen hoe jij gewoon nou kijkt zeg maar, naar de game, naar alle topspelers waarmee je eigenlijk bent opgekomen. Zeg maar, waar jij zelf van geniet als je muziek luistert van Nederlands zien nog? Mm. Ja, ik vind het gewoon hard om te zien hoe iedereen een soort van volwassener is geworden en um, gewoon zijn eigen leed aan het creëren is of wel gecreëerd heeft, zeg maar. Dat, daar, daar kan ik gewoon heel erg van genieten. Van. Mm -hmm. Het is gewoon zijn eigen ding. Nee, elkaar ziet is het gewoon altijd nog steeds dezelfde love, zeg maar. Um, alleen het, het, is gewoon, het is gewoon anders dan eerst, en dat is goed. Het, het is gewoon mooi dat het dit heeft kunnen worden. Ja, daar, ja, ze zeen. Ik dacht niet gewoon van. Oké, ik zeg, ik, zeg ik zeg wel eens ook in mijn radio, zo zeggen als van. Uh, zeg maar, je vraagt je af welke, wie de nieuwe generatie wordt die dingen overnemen. Maar, zeg maar alle guys van jullie generatie zijn helemaal niet klaar om dat stokje over te geven. Lijkt wel. Ze nou, je ziet ze maar hoe Frenna nummer 1 gaat, hoe John naar nummer 1 is, blijft mm -hmm. slaan, hoe uh, klein ja. als die pocus erop daar is, boef, lijpen. Het is allemaal nog steeds zo gewoon echt. Uh... Ja, maar ik denk dat er wel gewoon... Dat, dat het nu de scene zo groot is dat er gewoon uh, ruimte is voor allebei de generaties om gewoon hard te gaan en nummer 1 te pakken en om gewoon, uh, om gewoon te blijven bestaan. Zeg maar. ik, ja. denk, ik denk niet dat het zeg maar... Uh, of of is zeg maar... Ik hoop wel dat we zeg maar, naar een tijd komen waarin uh, OG's wat sneller zeg maar, co-signs geven aan jonge. Wordt dat niet dan? Ja, niet, nee, niet echt veel man. Nee. Nee, Welk, echt welke veel, OG's man. vind je van niet, dan? Wie zijn OG's? Ja, oké, okay, maar, maar ik besef in principe als je tien jaar in de game bent, vind je al OG. Dus dan hoor je ook gewoon ja, bij, ik, bij, bij de ik, OG's. Maar, maar, uh, zeg maar mensen krijgen toch gewoon een zeg maar van. Uh, nou Izi gaat gewoon een zijn ja ja maar ja oké okay, je hebt je hebt Samsky en oké okay, mensen willen zouden Lucio nu wel een coach zijn Lu, ja, ja. zeg maar maar het is niet dat Lucio na New Balance meteen iemand coach uh, zijn nou hey, ik zeg ook niet dat het uh, uh, een probleem is van de OG's want er is ook niet echt zoveel talent gekomen wat daadwerkelijk bijvoorbeeld een, meteen een hef FT of zo verdient maar uh, Kijk, ja, ik denk in niet in dat ik het helemaal is. eens met je ben, man. Nee? Nee. Kijk, nee. Kevin heeft dan Jorg en Nathan, uh, of in ieder geval Jor, uh, gefixt. Maar dat is dan, weet je onze eigen label weer. Hef springt ook gewoon met uh, S&D op een tune. Iedereen springt met Issy op een tune. Iedereen springt met Samsky op een tune. Iedereen wil met Lucio op een tune. Uh, ja, maar ik, nogmaals, ja, oké. Okay. Je kan Samsky, Issy en uh, ja, Lucio gaan pakken. Ja, ja, tu ja oké, okay, tuurlijk. Ja, Maar zeg maar, hun, hun hebben het niet nodig. Ja. Eigenlijk, zeg maar ja, hm, maar nee. ik ben, ik, maar het is ook niet, het is geen slide. Ik hoop gewoon van, hey, als, als als iemand een dope talent ziet, maak gewoon een pocko met die man. Pfft, gooi gewoon een verse op. Net als net uh, Marou in de Paasduits freestyle die hij bij ons had gedropt. Als iemand dan gewoon echt van, yo, dit is fucking hard. Maar dat komt wel. Uh, ja, dat komt hard. wel. Maar voor uh, de kleine Ronnie vond het hard. Uh, gooi, ja, gewoon verse gooien. meteen uh, pfft, door het dak laten gaan. Dat zou ik gewoon tof vinden. Dus ik ben daar gewoon uh, benieuwd naar of dat gaat gebeuren de komende jaren. Vo Voordat we doorgaan naar de classic. Um... Kan je nog herinneren dat je op Wish Outdoor stond? Dat was een uh, tijdje terug. Ja. Ja. Dat ja. Is lekker duidelijk. Nou. In ieder geval, daar kreeg jij een, een kledingpakketje. Althans, oh, ja. daar zag je op een foto staan met iemand die heel, waar je heel dankbaar was dat diegene geen jouw kledingpakketje gaf. Mm -hmm. Dat is toevallig onze hoofdsponsor. Ah. En uh, die zeiden meteen, toen wij zeiden: Sam komt dit weekend langs, uh, dat je nog een keer een pakketje verdiende. Ah, dat is aardig van ze. Dus uh, we hebben hier voor jou, want als je hier komt, krijg je een mooie tas. Hebben we hier nog een tas met kleding voor je. Top. Oh God. En ja. uh, willen we daar nogmaals mee blessen? Ja, van onze oh. Matties uh, van Crayé, man. Thank you, man. Zou Kijtjou, ik weet niet eens welke goodies er allemaal in zitten. Veel. Maar volgens mij is de Gaat hele tas... Uh, brillen, shirtjes, trui. Zalig. Je ik bent, uh, ik bent weer geblest. Ik, ik, ik zie die hoodie zitten. En die zit er fucking lekker. Ja? Ja, ja oh, ik oh, draag oh, die fucking gaan vaak. Van, vaak All right. Het einde is altijd voor jou met de classic van de week. Je mag een Nederlands hiphop classic aanraden van vijf jaar of ouder. Ja. Zo, ik heb hier niet over nagedacht. Uh, Dat maakt het leuk. Um, van vijf jaar of ouder. Um, zo. Ehm... Um, uh, uh, <laughs> ik yeah, iets. Uh, Nef uh, Monster Rap. Oké, okay, okay. Dat niet Spotify. Niet Spotify. Oké, okay, ja. dan moet ik naar YouTube dus. Maar dan gaan we gewoon doen. Want we hebben nou ook die andere audio's afgespeeld. Dus nou spelen we de classic dan ook gewoon af. Nef Nefiug, iug. Monster Rap. Ja. Elefant. Ja, ja, gek. 8. 12 jaar geleden. Ja, meer dan Tom Fuser gewoon.

Bel maar classic, man. Goeie classic. Lekker. Heart, Bel maar heart classic heart, aan heart. het heart. einde van de podcast. Uh, dan zijn we er. Zeker. Sam, major love voor het komen naar de studio. Voor het zitten met ons voor deze podcast. Het, uh, het, het wordt gewaardeerd. Voor iedereen thuis, Nachtvlinder 2 gaat uitkomen. Dus stay tuned. Hou alles van Boek Sam in de gaten. Yes. En like en abonneer. Like en abonneer sowieso. Check ons <laughs> volgende week weer, want dan zijn we hier met een nieuwe gast op de bank. Bedankt voor het kijken. Later. Later. Love.